Nou, op het moment dat men een luifel het begaf, ja goed, dan komt de vraag van wat gaan we doen? Gaan we een nieuwe luifel hangen? Of gaan we een overkapping zetten net als de buurvrouw gedaan heeft? En daar zijn we altijd heel erg van gecharmeerd geweest. Dus toen zijn we gaan informeren wat was een luifel en wat was dit. En ja, dan hebben we voor 1000 euro meer. Ja, dat is gewoon iets wat altijd standaard. Zo begint het. Om te kijken wat er is. Ja, want er zijn natuurlijk legio mogelijkheden. Ook wat betreft dakplaten. Ja, en wat betreft de staanders. De voorkant van de goot. Daar hebben ook twee mogelijkheden in. Dus ja goed, verlichting wel of verlichting niet. Dus allemaal die dingetjes. Ja, dat is eigenlijk de grootste reden geweest om toch een keer naar de showroom te kijken. En daar hebben we ook onder diverse overkappingen gezeten. En we zijn ook buiten geweest in het model waar buiten staat met die verschillende dakplaten erop. Dan kun je echt zien wat het verschil van dakplaat is. We beginnen met koffie natuurlijk. Er zijn Brabanders voor. Ja, wij zelf ook. Hoor. Laat dat duidelijk zijn. Nou, toen op een gegeven moment even gekeken en ja goed, die gasten die hebben zo een plan, de campagne van hoe het moet gebeuren en hoe dat ze het gaan doen. Dus morgens om 8 uur begonnen en om 2 uur zijn ze weer op weg. Ja, ze wisten gewoon precies wat ze moesten doen. Ze hoefden weinig van zullen we dit zus of zullen we dit zo. Ja, ze wisten precies van elkaar van welke volgorde van balken dat ze nodig hadden en van zagen en die twee jongens die waren echt goed op elkaar ingespeeld. Als het goede weer is, tenminste toen hij hier stond, waar lezen ze de krant? Niet hier. En dan gaat het buiten zitten. En waar gaat het middags op een gegeven moment koffie drinken? Dan gaat het toch buiten zitten. En je zit toch langer buiten als dat je in de luifel hebt. Dus ja goed, je leeft toch meer buiten als onder een luifel. Dat is gewoon. Ook omdat er zo warmte onder blijft hangen. Er zit verlichting in, dus je kunt bij wijze van tot 's nachts 12 uur kunnen buiten zitten.